eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met ADF Semski. Haha. Zijn we. Daar zijn we dan. Ben je normaal gesproken een beetje nerveus voor eerste keren? Ja. Ja. Altijd. Altijd? Ja, toch. Ben je een beetje open in die dingen? Praat je er veel over? Nee, maar niet echt. Ik hou niet van alles delen met iedereen. Gewoon. Ja. Ja. Dus eigenlijk sta ik 1-0 achter in dit gesprek. Nee, want we hebben al gesproken. Mag ja. Ja? Ja, toch. Oké, okay, chill. Deze 20-jarige Rotterdamse rapper maakt zijn debuut in 2019 met zijn No Hook-series. En inmiddels kunnen we niet meer omheen. Hij released dit jaar zijn eerste album, Fresh Prince van Noord. En rapt onder andere over het trots maken van zijn moeder. Maar wat vindt zij ervan dat hij wel eens een jointje rookt? Semski vertelt er alles over in Emma's eerste keer. Wat zal het worden? Hatsoflats. Ja. Oeh, ecstasy. Ecstasy. De allereerste keer ecstasy. Ai, laat me gelijk zeggen, dat is echt niet iets waar ik gewoon trots op ben of zo. Maar goed, ik was in een club in Friesland. Eerst duurde het ook best lang, hè. Die ding duurt best lang voordat die inwerkt. Dus eerst dacht ik van, dit heb ik voor niks genomen, want ik voel niks. En het was wel vies, dus ik vind het gewoon zonde. Opeens hit die mij, je krijgt het warm. Je voelt je echt heel anders. Gewoon, het lijkt ook alsof je je eigen lichaam een beetje kan horen en zo. Mm-hmm. Heel toevallig trad mijn brada op daar in die club. Ja, toch? Mm-hmm. En ik zie mijn brada op die podium en ik voelde alleen maar intense geluk en trots en blijdschap. Oh, dat is zo cute! Ik doe zo. Hij schudt mijn hand zo. Opeens al die meiden kijken naar me. Ik denk van, jij broer? Hola, jij bent echt mijn mattie. Weet toch, voor jou ga ik wel iemand gewoon doden. Ja, precies. Zo. Je bent echt zo. Ja, toch. Dus dat vond ik wel leuk. Ik kan niet ontkennen dat het niet leuk was. Alleen, je gaat ook, ik weet niet hoe, maar je gaat heel tijd zo doen. Of je, bijt op je tanden gewoon de hele tijd. En dan, knarsen zo. Ja, toch, precies. Mm. Had je echt het gevoel dat je hard ging op een gegeven moment dan? Ja, tuurlijk man. De eerste keer begon ook op meiden te activeren en ja, zo. Joh? Ja. Ja man, ik was wel met een meid viraal aan het gaan daar. Maar je zag mij niet, maar ik was zeg maar onder een meid gewoon in de club. Mm. Gewoon zo veel te veel actie voor in de club. Woehoe, ecstasy, yes, woehoe. Ecstasy zorgt ervoor dat je je even super gelukkig voelt. En dit komt door het stofje serotonine, wat het gelukshormoon aanmaakt. Als je ecstasy neemt, dan maakt je lichaam extra veel serotonine aan. En daar komt die euforie vandaan. Als jij dus een avond lekker loopt te stampen en te feesten op de ecstasy, zul je wellicht gemerkt hebben dat je de dag daarna of de dag daarna even wat minder chill voelt. En dat komt omdat je simpelweg te veel serotonine hebt opgemaakt. Dat noemen we de dinsdagdip. En niet getreurd, je krijgt die geluk gewoon weer terug. Hoe was de dip? Ja, zo. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb gewoon gehuild, man. Echt? Ja, man. Waarover? Om niks, gewoon echt. Ik kan niet geloven dat ik daarom moest huilen. Wat was het dan? Weet ik veel, om een meid die me niet wou of zo. Maar, dat is echt alleen omdat het gewoon die dag daarna is. Wat anders, dan denk ik gewoon van, ja toch? Ja. Dit is niet iets wat je maandelijks hoeft te doen. Ik denk gewoon, sowieso, ik ga niemand zeggen wat diegene moet en niet moet, maar het lijkt mij niet slim om dit vaak te doen, zeg maar. Blowen. Blowen. Eerste keer blowen. Mijn eerste keer blowen. We waren in Beverwaard en we gingen gewoon wiet roken. White Widow. Dat was die eerste plantje. Dat is ook niet de minste. Nee, zeker niet. Voor een beginner, dus die had ons allemaal hard geraakt. Oeh, nee. De White Widow is zeker niet de minste. Het is een van de beroemdste wietsoorten wereldwijd. En hij is van Nederlandse komaf. De White Widow staat onder gebruikers bekend om de legendarische status van een energieke, euforische high. Die krijg je er dan van. Maar wat je er ook bij krijgt, zijn een paar droge ogen en een droge mond. En sommige mensen kunnen er ook angstige gevoelens of paranoia aan overhouden. Als je dus nieuw bent met de White Widow, is het verstandig om voorzichtig te doseren en niet te hard van stapel te lopen. Maar waar zat je? Op een bankje? In het park? Ja, in het park gewoon op een bankje met die boys. Van op het ene moment waren we gewoon aan het zitten en roken. En op het andere moment opeens waren we al aan het lopen door de buurt weer terug. En
ik sloeg mezelf op mijn hand. Ik ging kijken of ik het kon voelen. Of dat het een droom was of zo. En je moet dan misschien nog naar huis of ja, waar. Ja, snap je? Precies. Dus vroeger toen ik ook die geur moest verstoppen. Ken je die lavendel? Paarsachtig plantje zo. Die ging ik vroeger pakken en zo wrijven in mijn handen. Of een mandarijnenschil, dat werkt ook. Ja, want die ruiken zo ja, heftig. Dat is heel sterk. Dus dat zijn dingen die je ook. Dat is zo slim. Tips die ik aan jullie meegeef. En een van die boys zou bij mij slapen. Toen gingen we naar mijn huis en ik weet, ik zie de knetter stoned uit, dus ik ging gelijk naar boven. Nou, mijn moeder is gewoon Marokkaanse vrouw, dus op de eerste instantie is ze er sowieso helemaal niet mee eens. Mm. En toen, ze zei iets van, wat is er met jou? Ik zeg, niks. Eindstand trekt ze opeens een urinetest erbij. Nee joh! Ja man. Wat? Nu ze trekt die. Ik zeg, ja toch, oké, ja man. Bij haar ik. Dus hier, die mattie waarmee ik ben, die heeft ook met mij meegerookt. Ja. Hij gaat helemaal in zijn rol. Hij kijkt zo naar mij en zegt, nee joh, son. Wanneer man, dat was hè? Mijn moeder geloofde volledig in zijn onschuldigheid. Ja, wauw, is hij wel een goede leugenaar? Ja, nu maakt het echt niet meer uit nee, hoor. Nee, nu maakt het niet meer uit. Nee. Soms vraag ik mijn moeder, wil je niet een keertje beloven? Oh, dat zou leuk zijn met z'n tweeën. Nee, echt niet. Nee? Dit, de eerste keer seks. De ontmaagding. De ontmaagding. Ik denk ik was 15, 16. En nu, ik ga naar zo'n boy, zijn osso, want hij vierde een feestje. Toen ik zeg maar die meid eenmaal had gescout op dat feest en nu merkte dat wij gewoon met z'n tweeën de hele tijd achtergebleven, dacht ik wel van, mijn puber lichaam voelt iets. Dus het was ook een slaapfeestje, dus er werd geslapen in de tuin. Ja. En iedereen moest tenten meenemen. Had jij een tent mee? Natuurlijk niet. Ik heb niet eens een tent. Nee, oké, je had geen tent mee. Nee, man, maar ik was wel met een boy daar die ook bij ons in mijn klas zat. Eindstand had zij ook geen tent. Dus ik van, ging ik die boy hosselen van kan ze niet hier met jou? Eindstand kon dat. En toen gingen wij ons ding proberen te doen. In een tent? Ja, ook naast hem. Dus hij had ons ook weggestuurd van bro, wat zijn jullie? Ik laat jullie in mijn tent en dan gaan jullie dit doen. Ik voelde me eigenlijk na die eerste keer nog steeds maagd. Ja, er was geen beurt of zo dat we aan het hijgen waren of zo. Het was gewoon. Kwam je überhaupt klaar? Nee, man. Ook niet? Snap je? Dus daarom zeg ik je van. Moest je zelf afmaken? Nee, man. Wat, hoe dan? Hoe is het geëindigd dan? Ik deed hem gewoon terug in mijn broek. Echt? Ja, joh. Ik ging gewoon slapen. Ja. Dus jouw eerste keer seks was een beetje onhandig, want er lag iemand naast. Het was in een tent. Ja. Je had je kleren eigenlijk nog aan, want het was veel te koud. Ja. En je was niet klaargekomen. Ja, man. Wat heb jij geleerd van de eerste keer seks? Dat je je vrouwelijke partner eerst moet warm maken. Ja? Ja, man. Want dat deed je niet de eerste keer, of? Nee, man. Oké. Okay. Of ja, ik deed het wel, maar ik wist niet eens hoe dat moest achter. Ik deed gewoon... De in. Wow, yo, wat is dit? Voorbereiden, zeg je. Nat maken, bedoel je. Het is essentieel om je vagina goed nat te maken voordat je aan penetratie begint. Het kan namelijk pijnlijk zijn anders of kleine scheurtjes in de vaginawand veroorzaken, wat weer kan uitlopen op infecties en dat wil je absoluut niet. Voorspel is dus essentieel. Dan heb ik het over vingeren, over beffen, over strelen, over zoenen, eigenlijk over alles waardoor jij zo geil mogelijk wordt. En dus ook zo nat mogelijk. Lukt het nou allemaal niet, dan kan je altijd glijmiddel inzetten, want dat is natuurlijk je beste vriend. Oké, succes! Hoe keek jij naar seks? Voordat je ontmaagd was? Via mijn telefoon. Nee. Ja, ja. Porno zo. Ja, toch? Ja. Nee, maar. Wat waren je ideeën erover? Of je verwachtingen? Vond je het leuk, spannend, eng? Ik denk dat ik ook wel een beetje te maken had met de onzekerheid. Mm-hmm. Want ik dacht van, hoe moet je dit doen voor de eerste keer, toch? Hoe kan ik? Ik moet een goede indruk achterlaten. Ja. Mijn allereerste keer ketamine. Dat was toen ik nog in een studentenhuis woonde. En ik eigenlijk niet zo goed wist wat het was, maar iemand tegen mij zei, oh, dat vind je echt vet leuk. Nou, toen had ik dat dus genomen. En er hing een schilderij van een paard in de gang. En ik dacht dat paard op een gegeven moment zo op me af kwam lopen. En ik weet nog dat mijn ledematen echt zoals Slenderman voelden. Alsof mijn hand niet bij mijn hand hoorde en mijn voet niet bij mijn voet. Ik vond het helemaal niks. Ik heb het daarna ook niet heel veel vaker geprobeerd. I don't know, ik hou niet zo van wazig worden in mijn hoofd. Maar, leuke vraag. Heb jij nou een eerste keer waar je benieuwd naar bent? Over mij dan. Laat dat even in een reactie achter in de comments. En dan vertel ik je er alles over volgende week. Tot dan.